Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is en heb je er 4 of 5 goed? Dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1 In de getekende situatie hebben we te maken met een serieschakeling. Wat geldt er voor de weerstand van een serieschakeling? Nou, dan geldt het volgende. De totaalweerstand is de optelling van alle losse weerstanden. Ik heb 10 losse weerstanden, die hebben allemaal dezelfde waarde. Um, dus als ik die bij elkaar optel, dan krijg ik 10R. De totaalweerstand is gelijk aan 10 keer de weerstand van één enkel lampje. Ik kan de totaalweerstand uitrekenen, want die is gelijk aan de spanning van de bron gedeeld door de totaalstroom. En die zijn allebei gegeven. En wat blijkt? De totaalweerstand is 60 Ohm. Ja, dan is de weerstand van één lampje eh, 1 tiende van 60 Ohm, oftewel 6 Ohm. Vraag 2. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ook weer een paar denkstapjes maken. En het eerste denkstapje is dat je doorhebt dat de weerstand van een draad uh, recht evenredig is met de lengte van het draad. Dus wordt de lengte twee keer zo groot, dan wordt de weerstand ook twee keer zo groot. Dat gaan we dadelijk gebruiken. Tweede principe wat we gaan gebruiken is die van de spanningsdeler. Ik heb hier uh, twee stukken weerstand. Ik heb eigenlijk gewoon twee weerstandjes achter elkaar, twee stukken van het draad. Uh, en wat krijg je dan? Dan krijg je dat de, de bronspanning zich gaat verdelen over die twee weerstanden. Samen zal het 24 volt zijn en de verdeling over die twee weerstanden die is, uh, heeft dezelfde verhouding als de verdeling van de grootte van die twee weerstanden. We hebben net gezien dat de grootte van de weerstand afhangt van de lengte van het stuk draad. Dus ik kan ook zeggen dat de verdeling van de spanning gelijk is aan de verdeling van de twee lengtes. En die verdeling is 1 staat tot 2. Dat betekent dat het stukje, dat het stukje BC ook een weerstand heeft die twee keer zo groot is. En dat betekent ook dat er twee keer zoveel spanning over komt te staan dan over het stukje van A naar B. Eh, samen moet het 24 volt zijn. Dan moet de spanning over AB gelijk zijn aan 8 volt. Vraag 3. Nu hebben we te maken met een parallel. En eh, we gaan kijken wat er gebeurt als er meerdere paralleltakken erbij komen. En schaken. om dat goed te kunnen doen, gaan we het eerst eventjes terughalen naar de situatie dat ik maar één weerstandje heb. Dat is de weerstand R1. Ik heb een bronspanning die verandert verder niet in het verhaal. Ik heb een stroom die lo loopt door R1. En ik kan zeggen dat R1 gelijk is aan de bronspanning gedeeld door de stroom die door R1 loopt. Wat gebeurt er nu als ik meerdere weerstandjes parallel zet aan de weerstandje R1? Nou, één ding verandert er niet en dat is de stroom die door R1 loopt. Die is onafhankelijk van de andere weerstandjes die ik uh, ga, in mijn schakeling ga introduceren. Wat er wel verandert is de totaalstroom die geleverd wordt door de batterij, door de bron hier. Want elke nieuwe weerstand die heeft ook een bijbehorend stroompje lopen. En een totaalstroom is een optelling van al die stroompjes bij elkaar. Als ik meer dan één weerstand in mijn parallelschakeling zet, dan zal ik dus een totaalstroom krijgen die groter is dan mijn stroompje I1. Dan kan ik ook de totaalweerstand uitrekenen. En die blijkt kleiner te zijn dan de weerstand van R1. En dan heb je eigenlijk je antwoord gevonden. Dus de totaalweerstand zal altijd kleiner zijn dan de. Grootte van de kleinste weerstand in je parallelschakeling. Op deze manier heb ik het antwoord gevonden uh, met een uitleg, maar we hebben ook genoeg informatie om eraan te kunnen rekenen. En die wil ik je ook laten zien. Dus ik ga nu dezelfde uh, vraag behandelen, maar dan meer vanuit het uh, berekenperspectief. Want voor een parallelschakeling geldt dat de totaal weerstand uh, uitgerekend kan worden met deze formule. Nu weet ik niet hoe groot R1 is, maar ik uh, heb dat ook niet nodig. Want ik weet wel dat de andere twee weerstanden uh, 10 keer zo groot en 100 keer zo groot zijn dan R1. Ik kan die drie breuken namelijk welke optellen door de noemers gelijk te maken. En dat doe ik op deze manier. Nu heb ik alle drie de breuken uh, dezelfde noemer gegeven. Nu kan ik uh, ze bij elkaar optellen. Dan krijg ik uh, het volgende: 111 gedeeld door 100R1 is gelijk aan. 1 gedeeld door de totaalweerstand, dan draai ik links en rechts mijn breuken om. Dat mag. En als ik dat doe, dan zie ik dat de totaalweerstand in deze situatie 100 gedeeld gedeelte 111 keer R1 is. Nou ja, 100 keer gedeelte 111, dat is dus kleiner dan 1. Dus de totaalweerstand is kleiner geworden dan R1. Vraag 4. Ook hier gaan we weer door middel van beredeneren kijken wat er gebeurt uh, wanneer de schakeling gesloten wordt en R3 uh, opgenomen wordt in de schakeling. Um, dan heb ik een paralleltak in mijn stroomschema gecreëerd met uh, twee weerstandjes R2 en R3, en dan kan ik de vervangingsweerstand van die twee weerstandjes samen berekenen. Nou, wat altijd uh, geldt is dat die vervangingsweerstand, die R2,3. Altijd kleiner is dan R2 en ook kleiner dan R3. Dus eh, als ik de schakeling sluit, dan zal in dat gedeelte de weerstand kleiner worden. De totaalweerstand, dan moet ik ook die R1 erbij optellen, want R1 staat in serie met die paralleltak, maar die wordt dus ook kleiner. Het volgende geldt: de totaalstroom is eh, de bronspanning gedeeld door de totaalweerstand. De bronspanning verandert weer niet en als de bronspanning niet verandert en de totaalweerstand wordt kleiner, dan betekent dat de totaalstroom groter wordt. Vraag 5. En vraag 5 bestaat uit twee dia's. Bij vraag 5 moet gerekend worden, want er wordt ook echt een antwoord verwacht in de vorm van een getal. En om te kunnen rekenen, moeten we eerst eens even goed kijken met wat voor situatie hebben we eigenlijk te maken. En dit is situatie 1. De punten A en C zijn aangesloten. Ja, hoe gaat de stroom dan lopen? De stroom die zal zich bij punt A vertakken en bij punt C weer samenkomen. Dus ik heb een parallelschakeling gemaakt. En de twee takken van mijn parallelschakeling zijn even lang. En hebben dus ook dezelfde weerstand. En met die informatie kan ik ook uitrekenen hoe groot de weerstand is van één zo'n tak. Dus van de helft van een vierkant. En ik kan die twee breuken weer bij elkaar optellen. En dan krijg ik dat 2 gilter R gelijk is aan 1 gilter 40. En die 40 ohm was gegeven. Hieruit volgt dat zo'n half vierkant een weerstand heeft van 80 ohm. Als een half vierkant een weerstand heeft van 80 ohm dan zou ik ook uh, dat vierkant in vier gelijke stukken kunnen verdelen. En dan heeft el elk uh, stukje van dat vierkant heeft een weerstand van 40 ohm. Uh, ik doe dat niet voor niets, ik ga dat namelijk gebruiken. Want wat ga ik nu doen? Ik ga het contactpunt van A ga ik verschuiven naar B. Nu krijg ik ook weer een parallelschakeling, maar nu is het een parallelschakeling met twee stukken draad die niet even lang zijn. Het korte stuk, dat is 1 vierde van het vierkant, die heeft een weerstandswaarde van 40 ohm. En het lange stuk is drie keer zo lang. En heeft dus ook een weerstandswaarde van 120 ohm. Nu kan ik weer de standaardformule gebruiken om uit te rekenen wat de totaalweerstand wordt van uh, die twee paralleltakken samen. En dan krijg ik 1 veertigste plus 120ste. En als je dat netjes uitrekent, dan komt er uit een vervangingsweerstand van 30 ohm. Dus de vervangingsweerstand wordt kleiner wanneer je van A naar B gaat.